Door veranderende regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS is er heel veel werk in de bouw- en infrasector onnodig stilgevallen. En heel Nederland is daar de dupe van. Huizenzoekers die vinden geen huis meer, forensen staan in de file en vaarwegen worden niet uitgebaggerd. En zelfs projecten om ons land groener te maken liggen plat. En de bouw wil weer aan het werk. En juist nu zijn alle handen hard nodig. In plaats daarvan staan juist banen op de tocht en dreigt onze omzet weg te vallen. Een onnodige recessie dreigt. En daarom steunt Bouw in Nederland het initiatief van Grond in Verzet en gaat 30 oktober ook naar het Malieveld. De politiek moet nu met een oplossing komen. Komt u ook? Woensdag gaat het om mensen, kom dus met je mensen en laat materieel thuis. En omdat het heel Nederland aangaat, trek je oranje kleding aan. Als je niet kan komen, laat dan je stem horen op de sociale media. Ten slotte roep ik u met klem op. Kom met openbaar vervoer of deel een auto of maak gebruik van de bussen die Bouw in Nederland woensdag inzet. Houd onze website in de gaten over details daarvoor. Maar veroorzaak vooral geen overlast. Dank u wel en tot woensdag op het Malieveld in je oranje hesje.